Heer T, u zit er allebei zo te zien ontspannen bij. De hand aan de zoemer. Ik geloof dat we kunnen beginnen aan deze laatste ronde. Drie vragen in deze laatste ronde. En let u goed op, hier komt de eerste vraag. Toen Greta Garbo in 1932... Meneer T? Stan Laurel. En dat is goed geantwoord, meneer T. Ja, want de vraag luidde in zijn geheel. De vraag luidde, toen Greta Garbo in 1932 gevraagd werd voor de filmrol Anna Karenina, maakte op 5000 kilometer afstand een slanke Engelse komiek met zijn partner zijn 19e eenakter. Hoe heette die komiek? Stan Laurel. Uitstekend geantwoord. En een applaus. Hier zit hij. En dat is het applaus. En dan gaan we snel over naar de tweede vraag. Let u goed op. Wat bewaarde? Meneer T. Het diepste stilzwijgen. Maar dat is verbluffend. Dat is alweer midden in de roos, meneer T. Want de vraag luidde, wat bewaarden in de film Ochtendschemering der Mensheid de Germanen in hun heilige wouden? Het diepste stilzwijgen. Uitstekend, gaan we een applaus graag voor meneer T. Dat ziet er gezond uit, meneer T. Dan gaan wij snel over naar de derde vraag. De C-vraag, de 100 gulden vraag. Let er goed op, meneer T. En nu natuurlijk ook meneer Van der Heijden. Neem me niet kwalijk. Hier komt hij. Wie? Meneer T. Ik. En dat is goed geantwoord, want de vraag luidde, wie weet het antwoord op de laatste vraag van onze filmquiz voor een briefkaart op de eerste rang. Meneer T, een applaus graag naar dit.